Kameelachtigen, zoals lama's en alpaca's, produceren in hun bloed antilichamen, specifieke eiwitten van het afweersysteem. Voor het Gentse biotechbedrijf Argenix zijn deze antilichamen de start van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, onder andere tegen kanker en zeldzame auto-immuunziektes. Het beursgenoteerde Argenix heeft al 7 kandidaat geneesmiddelen in ontwikkeling. Hier bij Argenix zijn we specialisten in het creëren en ontwikkelen van therapeutische antilichamen. Ons startpunt zit in het bijzonder krachtige immuunsysteem van de lama, waarmee we trachten fundamentele doorbraken in de biologie van kanker en auto-immuunziektes te vertalen in kandidaat geneesmiddelen. We zijn op dit moment met een 75-tal medewerkers, stuk voor stuk hoogopgeleide mensen, die vertaalslag hier doen op eigen bodem en daardoor een pak meerwaarde creëren voor de cluster, de biotechcluster tussen Gent, Leuven en Mechelen. Voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen kanker werkt Argenix nauw samen met het Amerikaanse biopharmabedrijf AbbVie. Een voorbeeld van open innovatie. Samenwerkingen zitten in ons DNA. We werken samen met topacademici, kennisinstituten, maar ook belangrijke farmaspelers zoals AbbVie. De samenwerking met AbbVie bouwt voort op het fundamenteel inzicht dat kankercellen zichzelf onzichtbaar kunnen maken voor het afweersysteem van de patiënt. Met ons kandidaatmedicijn Argenix 115 gaan we een van die mechanismen van die kankercel blokkeren, waardoor plotseling die kankercellen terug zichtbaar zullen worden voor het immuunsysteem van de patiënt, wat perfect capabel is om die kankercel dan op te sporen en te vernietigen. De ontwikkeling van een biotechmedicijn kost gemiddeld 1,25 miljard euro. En het duurt meer dan 12 jaar om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen. Het is duidelijk dat geneesmiddelenonderzoek tijd en geld kost. Aan de andere kant is de meerwaarde voor de patiënt en voor de maatschappij bijzonder groot. Bijvoorbeeld voor ons kandidaat medicijn Argenix 113. We hebben nu toch wel heel beloftevolle data die suggereren dat het medicijn bijzonder krachtig zou kunnen zijn in patiënten met een zeldzame spieraandoening, myasthenia gravis. We geloven rotsvast in het feit dat Argenix 113 zo'n gamechanger kan zijn voor de behandeling van zware auto-immuunziektes. En we blijven natuurlijk zwaar inzetten op ons model om innovatieve medicijnen naar de patiënt te brengen. En dit allemaal dankzij het immuunsysteem van de lama.